Het ROC Eindhoven bestaat 10 jaar en heeft daarom in een boekje 10 verhalen vastgelegd van oud-leerlingen. En in Baanbrekend vandaag een portret van één van die toppers. Adriaan Zarzo Haarbrake, 25 jaar oud en sinds kort chef de partie bij de Libreien in Zwolle. Een van de 2 3-sterren restaurants in Nederland. Het is een jong bedrijf, jonge mensen. Het streven, elke dag streven naar de top. Ze behoren al bij de top, top Nederland, top Europa. 3 sterren, ja, wat moet je nog meer vertellen? Het omgaan met collega's, die smaken. Toch, Johnny Boer heeft de Nederlandse gastronomie waar hij om strijdt. En die absoluut op de wereldkaart gaat zetten. Want ja, ook als Nederlanders hebben wij een gastronomie. En die moet toch absoluut toch wel, ja, dat staat gewoon op nummer 1. Hè? Dus dat, ja. It starts with love. Toen hij hier kwam werken, heeft hij me verteld dat hij hier ook ooit eens een paar keer gesolliciteerd had. Dat hij helemaal uit Maastricht was gekomen om hier 4 minuten met mij te praten en daarna weer 4 uur met de trein terug. En toen ik dat hoorde, dacht ik, Jezus Christus. Maar hij is natuurlijk een beetje een bekendheid onder de leerlingen geworden. En dan volg je zo'n jongen. En we zijn heel vaak in Spanje geweest eten waar hij toen werkte. En in principe stond hij altijd wel een beetje op mijn verlanglijstje. Ik heb gekozen voor de horeca omdat mijn oma kok was en mijn vader zit in het vak, eigenlijk mijn hele Spaanse familie. We zijn toen vertrokken, 12 jaar geleden naar Nederland. En ja, ik heb verder mijn opleiding gevolgd, want mijn passie was mijn koken, mijn alles, dus in het ROC Eindhoven. Mijn moeder die dacht van ja, wat is een meeste passie, dat was koken. En hier was daar dus veel meer kans voor dan in Spanje. Spanje was internaat geweest en ja, in Madrid of Barcelona moest ik weer van huis uit. Dus ja, dat was een hele makkelijke keuze voor mijn moeder om me hier op de SKB, ja, school voor constructieve beroepen te zetten. Ja. Nou ja, ik werd regionaal kampioen, ik werd Nederlands kampioen. Ja, een spanning en er kwam een heel hoop op je af, ook omdat Parkheuvel toen dat jaar 3 sterren kreeg. Dus ik had heel, ja, ik moest tot mijn laatste uurtje, tot 2, 3 uur 's nachts moest ik toch blijven oefenen, want ik had geen tijd overdag, want het was hartstikke druk. Maar het blijft, ja, die hele spanning om het hele wedstrijd, het nieuwe mensen leren, nieuwe technieken, het altijd presteren, ja, dat voelde ik, ja, dat was gewoon fantastisch. Europees kampioenschappen toen nog en ja, toen uiteindelijk tot de wereldkampioen, ja, Europees kampioen geworden en uiteindelijk tot de wereldkampioenschap. Het 6e van de 18. Ja, het was zoals heel mooi de chef toen verwoorden was, je werkt in een 3-sterrenzaak die heel veel van je verlangt en je hebt er gewoon absoluut geen tijd voor. Die jongens die trainen al 2, 3 jaar, alleen maar continu, bijna opleiding, niet werkzaam in een restaurant. Dus ja, ze hadden natuurlijk meer kans om te winnen. Maar ja, het is wat ik het belangrijkste vond, dat ik gewoon in een topzaak werkte en wat ik nog steeds doe. In topzaken werken, ja, dat is toch mijn passie. It starts with samen met een vriend van mij zou een zaak gaan beginnen. Het is helaas anders verlopen. Die zaak zou per 1 stemmen geopend worden. Nou, de omstandigheden is dat niet gekomen wat het moest zijn. Maar toen dacht ik van ja, ik ga niet stoppen. Ik ga niet in een simpel bistrootje werken. Ik ga door met mijn carrière. En dat is de Libreien in Zwolle, ook een 3-sterrenzaak geworden. Toen ik hoorde dat hij een eigen zaak ging beginnen, zo vroeg al. Toen had ik echt zoiets van, moet ik hem nou bellen dat ik het dom vind? Maar dat doe je dan niet. Nou, dat was gewoon niet echt slim geweest. Hij heeft talent en hij heeft een bepaald talent waarvan ik denk als hij lang door kan gaan met leren en met het gevoel krijgen van hoe je zo'n zaak runt. Want koken gaat allemaal wel. Maar hoe je een zaak runt, hoe je met financiële dingen omgaat, dan kan het later een hele grote worden. Tot 12:30 voorbereidingen voor de lunch. Alles schoon, klaar, strak voor de lunch gaan. Niet misplassen, voorbereiding tijdens de lunch. Gaan voor je gasten. Na de lunch alles weer opruimen, alles strak weer trekken. We zijn alle weer om 5 uur eten tot 6 uur. En om 6:30 ja, weer klaar voor de nieuwe start. Gasten zoals elke dag vol. En tot 11 uur. En bierdienst die gaat gewoon voor iedereen een pilsje regelen. En dan is onze werkdag weer... Als het goed is, afgelopen, ja. Wat ik wel kan zien is dat het gevoel gewoon goed is en dat hij begrijpt wat wij willen. 'S morgens vroeg opstaan, 's nachts laat bed in.
dat is al heel moeilijk voor veel mensen om te begrijpen. En dat is iets wat hij gewoon in zich heeft. En hij wil gewoon een goede kok worden. Hij wil in ieder geval een goed gastronomisch iemand zijn. En dat is zijn grote voordeel, want dat hebben heel veel mensen hebben dat niet. Degene die ervoor kiezen, weten dat een zaak veel uren zijn. Die worden gecompenseerd ook gewoon door de familie, gewoon zoals ze zijn. Met 2 of 3 keer per jaar met z'n allen op stap. Ook even naar de kroeg, chef doet gewoon bier voor iedereen, gewoon gezelligheid. Dat wordt gecompenseerd. Ja, het is natuurlijk nooit meer geld uit te drukken, maar het is. Je kiest ervoor en ja, dit is de weg die ik wil gaan. Ons vak dat bestaat eigenlijk alleen maar uit gevoel. En als je dan de mazzel hebt dat je technisch goed onderlegd bent en dat je talent hebt, dat moet ook, maar dat is ook een mazzel. Dan kan het allemaal goed. Maar die drie dingen die heb je echt nodig. Want het is absoluut, het ene gaat niet zonder het andere. Je hebt, wat ik zeg, altijd de eeuwige sous-chef. Dat is iemand die heel goed kan koken, die kan heel goed orders opvolgen. En die zal dat ook altijd blijven doen. Die zou nooit buiten dat paadje gaan. Dat is geweldig. Maar dat is dus wat ik niet van hem verwacht. Ik verwacht van hem dat hij buiten het paadje gaat en dat hij meer doet. Net als mijn chef Sidney. Dat is iemand die meer in zich heeft. En die probeer ik dus ook wel bij me te houden, omdat ons bedrijf niet qua aantal volume gegroeid is, maar qua inhoud gegroeid is, heb je zulke mensen nodig om door te groeien. Ik hoop toch 3-4 jaar in Zwolle te blijven, verder mijn carrière ontwikkelen en dan hopelijk wel over 4 jaar mijn eigen zaak toch nogmaals weer met frisse moed weer te gaan openen. Ja. Ik denk dat veel jonge mensen op het moment te snel grijpen naar eigen zaakje. Dit en dat en met de nieuwe kooktechnieken bezig gaan, terwijl ze nog niet eens weten wat de basis is. En je ziet er ook al een heleboel, zie je daarna heel snel weer ophouden. Of omdat ze het financieel niet trekken, of omdat het gewoon te zwaar is. En ik denk dat je, als je echt de top in wil, kijk, als je dat niet wil, dan kun je heel snel al een eigen bedrijf beginnen met een goede filosofie en een goed bedrijf. Maar als jij de top in wil, dan moet je echt heel veel leren. En niet alleen koken. Adriaan is iemand die denk ik absoluut naar de top kan, maar het hangt er gewoon weer af van hoe het leven loopt. Hè. Ik bedoel, bij mij is dat allemaal een goede kant op gaan. Bijvoorbeeld omdat ik een hele goede vrouw getroffen heb die helemaal mijn rechter, mijn linker en mijn rechter en mijn linkerhand is, maar ook mijn rechter en mijn linkerbeen is. En over het algemeen ook het verstand van de hele toestand heeft. Want, ik ben heel wild en ik vlieg alle kanten op en zij houdt mij gewoon op de rails. Dus dat is ook iets wat je moet hebben. Dus, hij zal ook iemand moeten vinden als hij een eigen zaak wil. En misschien zijn wij dat wel. Misschien bouw ik wel een eigen zaak voor hem. Dus je weet nooit, hè? Ster vind ik belangrijk. Vind ik nog steeds belangrijk. Maar een goed lopende zaak zonder ster is toch belangrijker dan een ster zonder winst. Maar die ster die moet er komen. Want daar streef ik naar zoals ik altijd heb gestreefd. Naar alles, naar de top. En ja, ooit zou die komen. Ja, ja, ja. En dan denk ik zo dat Adriaan niet met 1 ster tevreden is. Nee. Ik ga tot het einde. Dus. Nee, ik wil gaan tot waar ik kan eindigen, maar ja, ik noem geen 2 of 3 sterren, maar ik wil wel heel graag gewoon de top bereiken.